Welkom. Vandaag gaan we kijken naar het periodiek systeem der elementen. Staat bladzijde 99 van je BINAS. Ik ga zelf dat periodiek systeem maken, zodat je een beetje een idee hebt hoe het in elkaar steekt, want het is niet toevallig. Voordat we beginnen, moet je even basis weten van een atoom. Een atoom bestaat uit een kern en een schillen. In de kern zitten positieve deeltjes, dat zijn de protonen. Er zitten neutrale deeltjes, dat zijn de neutronen. En in een bolk om die kern heen zitten elektronen. De elektronen zijn net zo negatief geladen als dat er protonen positief geladen zijn. Dus als we de lading van een proton plus 1 noemen, dan kunnen we de lading van een elektron min 1 noemen. En plus 1 en min 1 bij elkaar opgeteld is 0. En wat we willen gaan doen is dat een atoom altijd elektronegatief of neutraal is. Ja, dus er moeten net zoveel elektronen in een wolk omheen zitten als dat er protonen in de kern zitten. Ik heb hier de eerste 20 elementen van het systeem opgeschreven en daar heb ik een atoomnummer voor staan. Dus je ziet hier 1 tot en met 20. En het atoomnummer dat zegt iets. Dat zegt iets over de hoeveelheid protonen. En het is gewoon 1 op 1 met elkaar gerelateerd. Dus het atoomnummer zijn de hoeveelheden protonen die je vindt in de kern. En als we beginnen bij waterstof, het eerste element, heb ik 1 proton. Dan moet ik dus 1 elektron in die schil plaatsen. 1 elektron plaats ik erin. En dat is in de binnenste schil, de K-schil. Die kan 2 elektronen bevatten. Mijn eerste element, waterstof, staat linksbovenaan. Dus atoomnummer 1, ja, het heeft geen neutronen in de kern, daar gaan we het ook verder niet over hebben. Maar het heeft dus 1 proton, 1 elektron en dat is mijn deeltje. Wat je nu kan doen is, je kan opschrijven als oefening de hoeveelheden aan elektronen. En bedenk dat we de schillen langzaam maar zeker gaan vullen. Dus in de eerste schil, de K-schil, kunnen maar 2 elektronen. Als je meer dan 2 elektronen kwijt moet, hè, als jouw element zoals boor of stikstof meer protonen heeft dan die 2, dan kunnen ze niet alle elektronen kwijt in de K-schil, moet je ook de L-schil gaan vullen. Dus langzaam maar zeker vul je steeds meer schillen. Dus we beginnen vanaf de binnenste schil en we werken naar buiten. Dus bij deze probeer dit schema af te maken met hoeveel elektronen en dan gaan we ze daarna in het schema plaatsen. Goed, zet me nu, de video komt tot einde, de volgende video hierna, deel 2, zal het bord vol staan. Succes!